Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij Content Veens seizoen 4. Ongelooflijk hè, daar zijn we weer. In de vorige video hebben wij onze prachtige chessroom gemaakt, maar eerst moest je daarvoor langs deze soort van ruimte hier, waar al mijn tremmetjes lekker aan het opladen zijn. En dan hier kwam je in mijn prachtige nieuwe chessroom. Ongelooflijk hè, wat was dat een productieve aflevering. En deze aflevering jongens, deze aflevering gaat ook productief zijn. Vandaag heb ik namelijk een hele leuke planning. Ik heb met Joris afgesproken om wat leuks te gaan bouwen. En dat bouwwerk kunnen we dan delen met de rest van de contentveners. Maar daarvoor moeten wij eerst even naar het containerpark van Joris, want ik heb met hem afgesproken. En dan gaan we gelijk aan jullie vertellen wat onze planning is. Hallo? Joris? Hallo? We gaan even goede roleplay vertonen. Je bent thuis. Ik ben thuis. Hey jongen, hoe is het nou? Goed. Ja, ik kom hier met een missie. Een hele belangrijke missie. Mag ik binnenkomen? Dat mag. Jeetje, hey, wacht. Moet ik even mijn camera meenemen, want dan ziet niemand wat we hier binnen doen. Oh nee. Moet je nog wat zeggen voor ik naar binnen ga? Wel je voeten vegen alsjeblieft. Ik zal mijn voeten vegen. Ik wist niet dat je hier naar boven kon. Ja, huh? Ik heb hier een boven. Wat? Oh, dit is toch wel even gezellig, hè? Met een uitzicht op best wel veel. Gewoon, je ziet best wel veel vanaf hier. En, oh, hier nog meer. Op alle kanten uitzicht. Ah, op alle kanten uitzicht. Wat leuk. Ook hier gewoon op charterbasis. Leuk. Oké, we gaan even zitten. Hey, Joris, doe jij je armor eens even uit. Laat me eens even je mooie kopje zien. Hoppakee. Kijk, zo, hé. Hey, wat een scène hebben we hier weer gecreëerd, hè, met z'n tweeën. Hey, wij komen hier bijeen omdat wij vandaag wat leuks gaan doen, toch? Ja. Dat klonk niet enthousiast. Ja. Yes. Ja! Ik heb er zin Let's in. Let's go, zin in. Hey, wij gaan een bijzonder iets maken wat wij dan met onze mede-contentveners kunnen delen. Kan jij heel snel in 10 seconden uitleggen, heel enthousiast aan mijn kijkers wat we gaan doen? Oké, okay. Is de tijd al gestart? Nu! Oké, okay, we gaan een sumo-platform bouwen en daar kunnen we elkaar eraf slaan. Want toen we bij jouw basis waren op de berg, sloegen we elkaar er steeds af. En toen dachten we, laten we een sumo-platform bouwen. Ja, dat gaan we dus doen. Leuk. Gezellig. Een soort van wipeout gaan we bouwen. Erg leuk. Hey, zullen we dan maar gewoon even kijken? Want we hebben de spullen al verzameld. Gaan we even een beetje naar die kant op. En dan kunnen we uitleggen in meer detail wat er nou precies gaat gebeuren. Ja, lijkt me een plan. Dat is wel goed, hè? Nou, laten we gaan. Welke kant moeten we op? Kijk, jongens, als we hier langs Venetië vliegen. En dan vliegen we door naar het grote open water hier. Heb je hier een klein mini eilandje. Daar gaan we denk ik. We kunnen onze chocobox misschien het beste hier plaatsen. Dan staan ze niet in de weg. Toch? Ja. Zo, kijk, hier hebben we onze chocoboxes. Daar hebben wij een aantal spulletjes van. We hadden nog een chocobox. Een paarse met heel veel mooie rode blokken erin. Die ligt thuis. Oh, die heeft thuis gehad. Oh. Nee, dat is niet bijzonder. Nee. We hebben hier in ieder geval heel veel spulletjes verzameld waarin wij ons sumo-platform gaan bouwen. En de bedoeling is inderdaad dat we elkaar... Weet je, hoe het spel werkt, dat leggen we denk ik uit als het sumo-platform er staat, hè? Dat is denk ik het makkelijkst. Dat is denk ik wel het makkelijkst, inderdaad. Nou, ik denk dat we beginnen is laten we dit gewoon hier weghalen, zo even op zijn minst. Dit hier zo, want het sumo-platform moet wel helemaal boven water zitten. Dus we hebben hier over een mooi eiland die we gewoon weghalen vervolgens. En dan inderdaad even dit hier onderhoog uit nog weghalen. Ik denk dat het dan gewoon tijd is om aan de slag te gaan. Wil je met timelapse starten? Je kan het heel snel doen door nu gewoon te schreeuwen. Wauw. Jeetje, Joris, hij is af. Wat ziet hij er goed uit. Ja. Hoe hoor je mij vanaf hier? Dat is slechte roleplay. Wat zei je? Hé, hey, wacht. Ik kom naar je toe vliegen, maar ik laat mijn camera hier staan. Ik ben heel benieuwd of dit goed gaat. Oh, nee. Oh, dit is echt heel eng. Ik zie nou niet echt precies waar ik vlieg. Ik ga boven je. Nee, nee, nee. Nog iets naar links. Ja, naar beneden, naar beneden. Oh, ik zie mezelf niet meer. Wacht. Waar ben ik? Waar ben ik? Waar ben ik? Waar ben ik? Ik zie mezelf niet meer. Ja, stop. Stop. Oh, ik ben er. Oh, mijn god. Ik zal mezelf niet meer. Hé, hey, jongens, ik zal even nog meer inzoomen. Wow, jeetje. We hebben gewoon een sumo-platform gemaakt. Zoals je kan zien, daar een prachtig sumo-bord. Zoals je hier kan zien, een tribune. En weet je wat? Boom, toen waren jullie er ook gewoon ineens. Spannend dit, hè, Joris? Goed, wat we gaan doen, Joris, is natuurlijk uiteindelijk alle content-veners uitnodigen. Die gaan we dan hier neerzetten en dan gaan we het toernooitje doen. Want, als jij even kan demonstreren hoe dat werkt met de puntentelling. Ja. Zo, hoe vloog je daar zo netjes op? Dat deed je echt heel netjes. Dat zag er echt heel clean uit. Hey, maar kijk, als iemand dus team blauw of team rood een punt krijgt, dan kunnen ze helemaal de kleurtjes daar vullen. Kijk, en als de laatste dan gevuld is, gebeurt er verder niks, maar het ziet er wel gewoon leuk uit. Hey, zullen wij anders even een testronde doen? Ja. Dat vind ik wel goed, hè? Doen we even onze armor uit? Welke kleur wil je zijn? Team blauw of team rood? Team blauw.
Team blauw. Jeetje, oké. Dan ben ik wel team rood. Oké, de bedoeling is, je moet elkaar eraf slaan. De bedoeling is niet dat je elkaar dood gaat slaan. Dus ik zou zeggen, hou je eten bij je. Ja. En dan is het gewoon, we kijken wel wie de wint. Voor nu, even testronde. Oké. 3, 2, 1, go. Oh. Het is oprecht spannend. Het is oprecht gedood, wacht! Ja, ik ga ook. Nee. Oké, eetpauze. Nee! Oké, eetpauze. Oké. We moeten even nog een oplossing vinden voor het eten. Dat is wel een ding, want... Broeka. Misschien moeten we... Broek. Broek en schoenen. Broek en schoenen. Dat doe ik aan. Dat is een soort van manier. Oké, eetpauze moet je poelen zodra je één hartje hebt, oké? Ja. Oké, go. Go, go. We gaan verder. Oké, go. Nee! Nee! Ik heb bijna een eetpauze. Waarom? Dus jij bij de hand bent. Nee. Eetpauze. Nee. We zijn in het midden. Eetpauze. Er moet echt nog een manier komen waardoor je geen eten meer nodig hebt. Zoals healing moet nodig of zo. Ja, healing of potions of zo moeten er gedaan worden even. Moet nog een goede manier zijn. Oké, komt ie. Nog een keer. 3. Wacht, ik moet even healen. Even healen. Helemaal regenerate. Even een bordetje eten. Oké, ik ben ready. 3, ja. 2, 1, go. Oh, nee! 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 Zo! Oh! Waarom? Je bent beter dan ik! Je bent beter! Het is druk! Groepsdruk! Oh. Ik kom er ook eens net aan bij het randje weg. Oh, mijn god. Je bent oprecht beter dan ik. Nou, nu ga ik ver naar achter. Nee, je staat in het midden, man! Nee! Nee! Ja, oké, dat was leuk. Je had wel eerlijk gewonnen. Je had wel eerlijk gewonnen. Oh, ik zal terugzwemmen. Ja, dat is natuurlijk ook het ding, jongens. Stel je valt in het water zoals ik nu. Het is net zoals Wipeout, dan moet je hier via de ladder hier... moet je gewoon omhoog, dan kan je terug naar de tribune. En dan, in dit geval heb ik verloren, ben ik de loser hier. En heeft Joris gewonnen. Dat zou hij inderdaad... Nee, deze keer ging niet zo mooi, nee, Joris. Niet. Kijk, dan kan hij nu een puntje bij zichzelf erbij doen. En dan is het gewoon de tribune hier. Kan juichen en als je voor rood was, kan je huilen omdat rood heeft verloren en zo. Ja, is leuk. Ik vind het leuk, Joris. Ja. Zullen we een briefje schrijven? Dan gaan we uitnodigingen naar iedereen sturen. Laten we dat doen. Dat is wel een goeie. Dan gaan we naar het postkantoor. Oh, ik heb mijn lighter aan, joh. Ik spring zonder je lighter naar beneden. Goed, Joris, we hebben alle spulletjes verzameld voor onze prachtige brieven die we gaan schrijven. Ik heb hier een envelop. Dan ga ik even alle postzegels regelen. Trouwens, waarom zou ik postzegels regelen? Ik verstuur ze vanuit ons, vanuit het postkantoor zelf. Ja, jij hoeft in principe geen postzegels te... Ik hoef geen postzegels te versturen. Wat doe ik nou, joh? Ik heb al postzegels verzamelen, allemaal nergens voor nodig weer hier. Oké, ik zet alle minecarts... Nee, dat zet ik nog niet, anders gaan we heel veel herrie maken. Zullen we een leuke brief schrijven? Ja. Even. Goed, Joris, het boekje is helemaal geschreven. Ben je er klaar voor? Ja. Ik ga hem voorlezen en dan gaan we versturen naar iedereen. Beste contentveener, Joris de Pipaporus en Wally de Knieknaknally hebben samen dag en nacht gebouwd aan een prachtig sumo-platform. Tussen haakjes, ongeveer 15 minuutjes. Bij deze nodigen wij jullie uit om allemaal de grote sumo-oorlog bij te wonen en zelfs kans te maken om de winst te pakken. Neem je zwembroek mee, smeer je goed in en drink vooral genoeg water. Met vriendelijke groet, Knorris en Balnut. Dat is wel een goeie, toch? Dat lijkt me perfect. Dat lijkt mij een perfect plan. Als jij hem even dan dupliceert met alle andere boekjes. Dat we even kopietjes maken en zo. Dus 1, dus 2, dus 3, dus 4, dus 5, dus 6, 7, 8. En het origineel. En heb jij het origineel? Oh, nee, die heb jij nog. Oh, die heb ik nog. Oké, dan moeten we een beetje samenwerken. Wat we doen is, jij plaatst alle minecarts. Ik stop ze erin en ik geef ze een klap, oké? Ja. Dan doen we het op die manier. Kijk, Shark krijgt hier een boekje. Hey, ik heb gewoon medewerker bij het postkantoor ineens. Die van jou hoeven niet te versturen. Doen we die van KB, doen we er ook in. Dan versturen we die. Doen we die van Rick, doen we er ook in. Dan versturen we die. Hoppakee, doen we die van Floor en Rini doen we erin. Versturen we die ook, hoppakee. Die van Ricky heeft een kip. Oh, die van Rick, heeft hij die betaald? Nooit, hè? Nee, hij heeft nog steeds niet betaald. Dan krijgt hij hem ook niet. Nee. Dan gaan we hem wel een persoonlijke bezorging doen. Hij heeft er gewoon niet voor betaald. Ongelooflijk. Oké, Justin krijgt er een. Onze Harlow krijgt er ook een. En, oh, dat was Sizzombo trouwens. En deze Harlow krijgt er ook een. De echte Harlow hier, die krijgt er ook een. Goed, zullen we dan even een persoonlijke bezorging bij Ricky doen? Ja. Hij heeft namelijk niet betaald voor het postkantoor. Ongelooflijk weer, hè?
eigenlijk toch nog wel speciaal dat hij dan alsnog gewoon een persoonlijke bezorger ja, krijgt. Dat het nog specialer maakt inderdaad, dat we hem persoonlijk bezorgen. Goed, we moeten wel even rekening houden met de reglementen die hij hier allemaal heeft bedacht. Als we even onze stalen neus en bouwhelm op doen, anders mag je platform natuurlijk niet op hier. Zo, maar even, kijk nou, wat een bezorging wij doen voor het Sumo-platform dit hier. Oké, waar kunnen we dit denk je het beste afleveren bij hem? Ja, in zijn bouwkeet misschien? In zijn bouwkeet? Ja, of boven? Of boven. Hij is natuurlijk wel boven aan het bouwen. Hij is boven natuurlijk het meest bezig. We kunnen hem in zijn kantoor achterlaten. Hier, kijk. Hier is zijn winkel. De haker hideout. En de rechtbank is hierboven. Oh god, de rechtbank hierboven. Wat is denk je het beste plek? In de pot hier dat hij het nooit tegen gaat komen? Nee, komt hij nooit tegen, denk ik. Nee. Misschien dan toch... Hier? Bij het rechtszaak? Of is hij nog niet af? Rechtszaak. Wat is dit voor... Wat zijn al die bloemetjes hier? Een parcours? Er is hier een parcours. Wacht, even een dutje doen. Staat hier bezoekers. Bezoekers is naar boven. Ik heb geen idee. Gaan we het parcours doen? Ik denk het. We doen wel het parcours. Kom, let's go. En ik ga het risico voldoen. Ik ga geen Elytron doen. Als ik val, val ik. Zolang je maar niet langs het randje gaat. Oh, hij gaat niet langs het... Ah, trouwens, dit zijn gevaarlijke sprongetjes hier. Zie je, valt bij de klos. Hoe wilde je dat we dit doen? Doe jij maar eerst. We hebben bouwhelm op een stalen neus. Ik vertrouw die. We gaan maar eerst. Ah. Wat gebeurde er? Wacht, komt-ie. Dat is niet te doen. Nee. Oké, skip dat parcours. We gaan wel gewoon de ding afleveren. Sumo-toernooi. We doen wel in de kate beneden, joh. Toch wel. Toch wel makkelijk, denk ik. Daar komt hij het meest. Daar liggen zijn spullen. Gewoon hier in de kate. Zo. En hij heeft zelfs hier een geheime ruimte onder de kate, hè? Echt? Hier zo. Ja, hier, kijk. Dit is een hele kistenkamer van die Ricky. Hier beneden. Dat is waar hij leeft. Wow. Ja, hier leeft hij. Zullen we anders een kist pakken en dan zetten we hem gewoon neer? Dan kan hij hem niet missen. Hier, ik heb een kist. Ja. We moeten wel samenwerken. En als jij de kist zo meteen boven plaatst, gaan we even naar boven weer. Hier. Nou, of wacht, we kunnen hem ook heel prominent in het midden van zijn bouwplaats zetten. Ja, of gewoon ja. Hier. Hier, ja, dan kan hij hem niet missen. Dan kan hij hem niet missen. We hebben hier een sumo-toernooi. Hoppakee, doen we de deur dicht van skate. Leveren onze stalen neus en onze bouwhelm leveren we weer in. Zo, hoppakee. En je staat wel nog op het trein. Dat deed wel gevaarlijk, moet ik zeggen. Dat was niet echt eigen risico. Eigen risico, inderdaad. Hey, dan hebben wij gewoon een prachtig sumo-platform. Waar we een toernooi kunnen doen. Ik ben heel benieuwd wanneer we het toernooi gaan doen. Ik hoop in een van de volgende video's dat het letterlijk een toernooi met alle content Venus gaat zijn. Maar ik ben heel benieuwd. Het ziet er leuk uit. Wacht, trouwens, het ziet er het leukst uit vandaar. Kijk, van hier ziet het er gewoon echt het leukst uit, het sumo-toernooi. Dat je het gewoon zo kan volgen. Hey, blauw heeft nog één puntje. Wat is dit nou in? Ik stond voor. Ja, dat klopt. Jij stond inderdaad voor. Zet hem even op zeker. Nul bij het toernooi. Ja, dat komt wel goed, inderdaad. Hey, dan is onze taak compleet. Hebben we gewoon samen een evenementje opgestart. Ik ben heel benieuwd. De spullen, hou jij die of hou ik die? Die mag je. Mag ik ze hebben? Ja. Ik ga ze nu pakken. Nee. Goed, jongens. Dan komen we bij het volgende gedeelte van de video. En dan hebben we ineens een hele andere outfit aan. Omdat we ook 2 dagen verder zijn in het leven. Ik had eventjes een druk weekend. Maar we hebben hier in mijn winkelcentrum hebben we natuurlijk onze prachtige... Hey, hondje trouwens. Jij bent helemaal opgegroeid. Maar dat heb ik volgens mij al gezegd in de video dat hij is op. Maakt niet uit. Dat is een cutie dit. In ieder geval, we hebben mijn kikkerlamp geen dankwinkel. En daar verkopen wij alleen maar de halve stacks van de paarse froglights. En ik wil eigenlijk ook nog die andere verkopen. Je hebt in totaal 3 verschillende kleuren van de froglights. En als wij dan ook eventjes deze kant op vliegen naar mijn prachtige kikkerfarmpje. En die zit ongeveer, als het goed is, hier. Ja, daar heb je hem. Hey, kikkertjes, lang niet gezien, jongen. Wat zijn jullie met velen inmiddels, hè? Jeetje. Niet normaal met hoeveel jullie zijn. Hebben we hier nog slimes? Oh, heerlijk. Er zijn namelijk een aantal dingen die moeten gebeuren, jongens. Ten eerste ga ik even heel veel slimes laten hatsenbatsen met elkaar. Ik weet dat jullie allemaal familie zijn van elkaar, jongens. Maar hè, weet je, ik ben hier niet om te oordelen. Ik ben hier alleen maar om productief te zijn. Dus ga maar lekker een beetje gezellig doen met elkaar. Doe, maak maar een feestje van, weet je, waarom niet? Mij hoor je niet verder. Kijk, er komen allemaal van die lekkere eitjes in het water. Het worden er ook echt heel veel zelfs. Oh god, dit worden er echt heel veel. Goed, dan gaan wij in de tussentijd gaan we er weer even uit. Want nu moeten deze kikkervisjes hier... Althans, de eitjes moeten uitkomen tot kikkervisjes. Die moeten we meenemen. En moeten we die naar een andere biome brengen. Ik kom zo meteen bij jullie terug, jongens. En hoop ik dat je eitjes zijn... Of dat de eitjes zijn uitgekomen. Dan vliegen wij vast naar de volgende biome, jongens. Want blijkbaar waar de kikker opgroeit in welke biome... Wat de temperatuur daar zo is... Dat heeft blijkbaar heel veel invloed op wat voor kikker het wordt. Dus we zijn hier nu aangekomen in de prachtige sneeuwbiome. En daar gaan we eventjes hier links, ik denk hier ongeveer. Hier gaan we weer zo'n kikkerverblijfje maken.
Onze tweede kikkerfarm is af, jongens. En zoals je kan zien hebben we een beetje in de temperatuur en tijd gemaakt van de sneeuwbiome natuurlijk. Maar even goed, is hij net zo lelijk met die grote blauwe dikke pilaren aan de zijkant. Maar hier komen dus, zodra ik als het goed is de kikkervisjes erin stop, de groene kikkers uit. Dus laten we nu maar even een platform zoeken voor uiteindelijk de normale oranje dikke bruine kikkers. En die zouden in principe hier gewoon in de normale biome kunnen. Dus die kan ik bij mijn basis bouwen. Laten we voor nu maar gewoon even hier bouwen, jongens. Waarschijnlijk is dit een hele rare plek, maar dat maakt niet uit. Voor nu wil ik heel even snel mijn kikkerfarmpje gewoon hier hebben. Goed, laten we beginnen met de derde kikkerfarm. Zo, toen was er nog een kikkerfarmpje af. En in principe hebben we dan genoeg. We hebben er eentje hier. Vliegen we even over het Sumo-platform heen. Dan hebben we er eentje hier. En tot slot hebben wij onze originele kikkerfarm hier in de prachtige desert. En dan ben ik benieuwd, zijn er al wat kikkervisjes uitgekomen? Nee. Oh, oké, dan moeten we heel even geduld. Nou, nee, ik heb trouwens nog wel een idee wat ik in de tussentijd kan doen. Ik wil namelijk niet die kikkers helemaal hierheen slepen. Dus laten wij even wat obsidian en een flintensteel regelen. Nou, flintensteel hebben we al hier. Moeten we even wat obsidian regelen en dan moeten we 2 nieuwe netherportals hebben. Want al die kikkertjes moeten uiteindelijk natuurlijk naar onze kikkerfarm gebracht worden. Dus we vliegen eerst maar weer eventjes naar huis. Pakken we even wat obsidian als we daar nog genoeg van hebben. Nog maar 3 obsidian, oh. Gaan we even naar een mine toe om even obsidian te takken. Maar in de tussentijd, jongens, moeten jullie zien. Er is hier ineens een nieuwe fabriek ontstaan. Hey. Hey. Hey, ik kom even naar je fabriek kijken. Eigenlijk kwam ik even obsidian hakken in de buurt. Misschien heb jij obsidian gewoon zomaar toevallig te leen. Te leen? Te leen, ja. Ik krijg het terug. Ooit. Ja, je krijgt het terug, prima. Nou, als ik het heb ik het niet hier. Nee, maar ik ging het ook hakken. Dus dat ik jou toevallig tegenkom. Ik wilde daar naar beneden vliegen in de mine. Ik denk dat dat een beter succes is. Ik ga nu maar gewoon weg hier. Char en Joris zijn erg druk bezig geweest met het bouwen van hun slimefabriek. En het ziet er heel mooi uit. Hier produceren ze dus die vieze groene bolletjes. Goed, ik weet dat hier een mine is. Als ik hier... Ja, kijk, hier kunnen we naar beneden vliegen. Laten we even kijken of we hier wat lava kunnen spotten. En misschien... Au. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Oké, okay. We hebben lava. We hebben buckets, alleen ben ik het water vergeten. Hier is water. Zo. Oh, ik schrik me helemaal kapot. Oh mijn god, stomme stinkheks. Nou, als ik hier naar water plaats, hebben we al 1 hele obsidian. Jeetje, dat ben ik trots op mezelf. Goed, laten we even kijken of we hier ergens in de buurt nog meer lava kunnen vinden. Dames en heren, jongens en meisjes, ik presenteer een mega lava pool hier. Oh, dit is precies en dan ook echt precies wat we nodig hebben. Want hier kan ik gewoon zo doen en kan ik er meer aan obsidian creëren voor mezelf. Oh, dit is toch even lekker, hé. Laten we even wat obsidian hakken. Ik moet wel oppassen dat als het goed is... Nee, er zit niet eens lava hieronder. Dit is perfect. Nu kunnen we heel veel obsidian hakken. Ik moet in totaal 2 netherportals maken. Dus het moet goed komen. Dit kan niet fout gaan. En zo hadden wij ineens, hoppakee, 40 obsidian. En we gaan gelijk weer weg hier. Ik moet even kijken hoe ik hier ook weer uitkom. Zo, uitgang gevonden. Weg hier. Wegwezen. En dan nu is het heel simpel, jongens. Ik wil ongeveer hier mijn netherportal hebben. Dus die kunnen wij vast gewoon bouwen. We gaan hem nog niet aansteken. Zo, ik wil hem hier hebben. Dan moeten we de coördinaten daarvan moeten we opslaan. Vliegen we even terug naar mijn sneeuwversie. Nogmaals, over het Sumo-platform heen. Daar wil ik hetzelfde hebben, jongens. Daar wil ik ook een netherportal hebben. Zo, slaan we daar ook de coördinaten van op. Vliegen we weer terug naar de woestijnversie. Springen we even door deze prachtige netherportal natuurlijk. Oh, trouwens, zijn mijn kikkertjes zo uitgekomen? Er zwemmen nog steeds geen kikkervisjes, jongens. Het broed is door. Jeetje, dat duurt lang. Goed, en dan zoeken we nu even de goede coördinaten op. Goed, ongeveer hier moet mijn allereerste portal komen. Zo, dat zou genoeg moeten zijn. Dan kunnen we die aansteken en dan kom ik als het goed is uit... Bij mijn kikkerfarm, bij mijn basis. Laten we het hopen. Oeh, daar komt hij. En... Nee, hij werkt niet. Rekenles is niet heel goed gegaan. Oké, we slopen hem even hoor. Ah, ik zie al wat ik fout heb gedaan. Ik zit op de x van 9, maar ik moet op min 9 zitten. Dus dat betekent dat we hem ongeveer hier moeten bouwen. Hier. Poging 2, jongens, komt hij. Gaan we het gewoon natuurlijk nog eens proberen. En als het goed is komen we nu wel bij de kikkerfarm uit. Nu moet het haast wel. Nee, wij komen in de basis van Char uit. Of in Mandy's Mansion.
Komt dat omdat die portals te dicht op elkaar zitten? Is dat het? Weet je, ik fix dit wel gewoon eventjes en dan zie ik jullie zo terug. Goed, jongens, het is gelukt. Ik heb de nether portals een beetje moeten verplaatsen. Maar uiteindelijk zijn ze allemaal gelinkt. Laten we er snel doorheen lopen voordat deze monsters erheen komen. Och, wegkriepen. Ga weg. Ga weg. Kijk, we hebben hier nu de portal naar het sneeuwgebied. En hebben we daar de portal naar onze basis. Slash de kikkerfarm bij de basis. En als we dan iets doorlopen, hebben we hier daadwerkelijk onze kikkerfarm zelf. Enig probleem is, jongens, wat we in de vorige aflevering achter zijn gekomen, is dat de iron golems in het midden vermoord worden. Dus dat kunnen we oplossen door powdered snow te plaatsen. Maar daarvoor moeten we heel veel emmers powdered snow verzamelen. Erg zin in. Goed, de emmers hebben we verzameld. Gaan we helemaal naar het sneeuwgebied en dan moet ik heel veel powdered snow vinden. Ik gok dat ik dat alleen echt een beetje in de bergen kan vinden. En dan bedoel ik veel hogere bergen dan dit. Dit. Voice crack. Ik gok zomaar eens dat ik hier wel powdered snow kan vinden. Ik heb namelijk geen berg of zo gevonden. Maar dit is ook zo'n typisch sneeuwgebied. Goed, jongens, we zijn bij powdered snow aangekomen. En ja, ik heb weer een ander shirt aan. Er kwam onverwachts wat tussen, waardoor ik weer 24 uur verder ben in het leven. Ongelooflijk. Goed, we hebben in ieder geval de powdered snow gevonden. Laten we deze allemaal eventjes pakken hier. Ik weet niet eens meer of ik aan jullie heb uitgelegd waarom ik de powdered snow nodig heb. In principe is het een heel... Oh, ik heb niet genoeg inventory ruimte. Oh jee, ik heb een chocobox bij me. Gaan we al deze powdered snow in doen? Gaan we nog meer pakken? Nou, ik denk dat we inmiddels wel genoeg hebben. Kunnen we weer weg hier. En ik zat heel dicht bij huis. Want kijk, hier is meneer KB's huis. En als we naar doorvliegen, komen we hier al aan bij mijn basis. Hoppakee, oh, dat is te ver door de portal. Goed, dan moeten we even naar mijn kikkerfarm toe, jongens. Want in de vorige video, of een van de vorige video's, kwamen we er natuurlijk achter dat deze chains hier allemaal niet meer werken. En ik heb het even opgezocht en jullie hadden reacties achtergelaten. En blijkbaar moet je de chains hier weghalen, want de magma cubes kunnen nu nog bij de iron golems. En als je de chains weghaalt, moet je dat vervangen voor een soort van patroon van powdered snow. Dus laten wij dat ook maar eventjes doen. Het is natuurlijk een hele simpele taak in principe. Ik ben letterlijk over deze kikkerfarm 3 dagen volgens mij aan het doen, omdat ik telkens kwam er wat tussen, maar ik denk dat ik hem nu in 1 keer af kan maken. Oké, dan zijn denk ik alle chains weggehaald. Gaan we nu ons powdered snow pakken en is de bedoeling dat we een soort van patroontje zoals dit maken. En laten we hopen dat we genoeg powdered snow hebben. Nou, en anders kunnen we altijd heen en weer vliegen, zo ver was het niet. Zo, dat is het eerste randje. Openen we mijn shulkbox even om de rest te pakken. Oké, ik kom nog een klein beetje tekort. Volgens mij kom ik echt letterlijk een klein beetje tekort, want hier moet er nog één. 1, 2, 3. Ik kom 4 tekort, dat meen je. Nou, laten we die 4 powdered snow even ophalen. Maar voordat we dat doen, ga ik heel eventjes naar mijn andere kikkerfarmpje toe en kijken. Want we zijn inmiddels 24 uur verder in het leven. Of mijn kikkervisjes zijn opgegroeid. Ik hoop het niet namelijk. Ik hoop dat ze... Oh, nee, oké. Het is nog allemaal goed. Ik moet ze namelijk in hun kikkervisje vorm hebben. Goed, dan wachten we even hier. Gaan we heel even EFK staan. Wachtend tot de kikkervisjes op zijn gegroeid. Althans, tot het überhaupt kikkervisjes zijn geworden. De eitjes moeten uitkomen. Hou ik vast. Ga ik er vast bij staan. Pak ik even vast wat buckets met water. Want we moeten al die kikkervisjes moeten we meenemen. Ik had nog powdered snow in mijn shulkerbox. Ik ben echt een idioot. Maar goed, laten we wachten tot kikkervisje opgroeit. Goed, jongens. Zoals jullie kunnen zien zijn er al een paar eitjes uitgekomen. En kunnen wij de kikkervisjes dus meenemen. Moet ik wel even goed mikken. Dat ik ze in de emmers oppak. Want het is heel vervelend om die beestjes te pakken. Kom hier, beesten. Kom hier. Kom hier. Hoppakee. Hier komen. Ja, we hebben er weer één. We hebben er weer één. Oh, dit gaat helemaal goed komen. Dit gaat helemaal goed komen. Gaan ze allemaal meenemen. Gaan allemaal geadopteerd worden. Kijk, dan komen er nog meer uit. Het is helemaal top. Zo. En ik hoor gelijk. Ze komen allemaal een beetje tegelijk uit. Wat handig dit, hè. Wat een handig systeem. Hier komen. Wacht even tot de laatste eitjes zijn uitgekomen. Dat zijn deze hier. Kom op, jongens. Jullie kunnen het. Jullie zijn laatbloeiers, maar dat maakt niet uit. Kom uit. 3, 2, 1. Helaas. Ja, de laatste zijn ook uitgekomen. Kom maar, jongens. Kom maar. 1, 2 en... Waren het er maar 2? Het waren er maar 2. Helemaal prima. Kijk hoeveel kikkervisjes we hebben. Springen we even door de portal. Vliegen we eerst naar deze portal hier. Ja, dan kunnen jullie hier opgroeien. Althans, het eerste gedeelte kan hier opgroeien. Laten we even kijken. Hoeveel kikkervisjes gaan we hier doen? Laten we er 1, 2, 3, 4, 5. We doen er 7. Als het goed is hebben we er 14 en doen we 7 in elk. Goed jongens, succes met opgroeien. Ik kom zo meteen met jullie terug als jullie grote kikkertjes zijn. Vliegen we even over mijn basis heen. Over het sumo platform. En dan komen wij natuurlijk in onze sneeuwbiome kikkerfarm uit hier.
Dan gaan we ook even naar beneden springen. En hier mogen de koude kikkertjes opgroeien. Als het goed is, worden dit groene kikkers, jongens. Hier. Hey, succes met opgroeien. Hey. Ik kom zo meteen bij jullie terug. Veel plezier met jullie jeugd. Ik hoop dat het niet te traumatiserend is, misschien. Waarschijnlijk wel. Gaan we even terug door de portal naar onze kikkerfarm hier. Kijk, dat powdered snow ziet er goed uit. Als het goed is, vallen die magma cubes hier dan gewoon doorheen en dan gaan ze dood door de kou. En wat ik nu moet doen is hier nog even een powdered snow, hier nog even powdered snow en hier nog. Dan hebben we, als het goed is, een soort schaakbord gecreëerd. Gaan we er weer even uit. En dan ga ik even nieuwe materialen halen waarmee ik iron golems kan maken. Goed, we hebben de spulletjes. Even kijken hoor, als wij die nu gaan maken. Moet ik even kijken of ik daar veilig kom. En dat ik gewoon mijn crafting tables gebruik. Zo. Dan moet dit hele lazen weg hier. Dus dan gaan alle scaffolding. Nee, maar het moet eventjes, jongens. Ik laat het zo terug. We moeten namelijk eventjes onze prachtige iron golem hier ergens maken. Oh nee, ik ben andere blokken vergeten. Oh, ik moet er heen en weer lopen. Oké, we hebben de blokken die we nodig hebben. Wat we namelijk moeten doen is eerst heel even pilaartjes hier creëren. Zo. Daar tegenaan plaatsen wij even dit glas. En dus als het goed is, kunnen we dan... Kunnen we op deze manier kunnen wij ons ding telkens creëren. Even kijken. Zo, dan heb ik hier de carvepunt. Nee, niet opdoen. Die plaatsen we er tegenaan. Nee. Oké, ik doe nog iets fout. Hallo, meneer de Iron Golem. Waar? Oh ja, daar ben je. Top. Doen we het nog een keer. Tonk, 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 tonk. Die weg. En dan tonk. Zo, kijk, er zitten er twee Iron Golems weer in. Gaan we heel even het glas pakken. En ik gok dat dat hier in de hoppers is gevallen. Ja, daar zou je het glas hebben. Helemaal top. Hoeven we alleen maar dit glas hier terug te plaatsen. Dan kunnen we daarna kunnen we deze lijntjes hier kunnen wij weghalen. En dan kunnen Iron Golems kunnen nergens heen. En nu is het letterlijk een kwestie van die andere kikkers erheen brengen. En dan zijn we klaar. Maar voordat wij die kikkers daarheen kunnen brengen, moeten ze natuurlijk eerst opgroeien. Dus laten we heel even bij... Ik denk dat ik bij die andere kikkers wil gaan chillen. Want je hebt kans dat Char bijvoorbeeld deze kikkers gewoon inlaat. En dat ze daarom opgroeien. Maar deze kikkers daar in het sneeuw zijn net te ver. Dus ik gok dat ik daar even bij die blijf chillen. Totdat die zijn opgegroeid. En dan brengen we ze erheen. En dan zijn we helemaal klaar met de kikkerfarm. Dan hebben we alle drie de soorten froglights. Dus ik zie jullie zo terug. Goed, jongens. Zoals jullie kunnen zien zijn er al twee kikkertjes uitgekomen. Laten we even het verblijf ingaan. Hé, jongens. Kom allemaal maar even naar me toe. We hebben hier kikkertje nummer 1. We hebben daar kikkertje nummer 2. Deze gaan denk ik ook elk moment uit. Kijk, daar hebben we er alweer eentje. Ze gaan elk moment uitkomen allemaal. Kom met water uit, joh. Ik gok dat jij de volgende bent. Ik ga jou volgen. Jij bent de volgende. Komt-ie, hè? Oh, het was hem ook echt. Het was hem daadwerkelijk. Oh, wat een timing. Kijk, de rest komt ook nu langzaam uit, jongens. We hebben nog maar 2 kikkervisjes. Oh, nee, 3. Hoe staat het ervoor met mijn andere kikkers? Als deze uitkomen, zou je in principe zeggen dat die andere ook uit gaan komen? Deze zijn... Nee, deze zijn nog niet uitgekomen, helaas. Jeetje, dan, de groene kikkers zijn gewoon veel sneller. Goed, laten we deze lieve kikkertjes even meenemen. Dan laat ik het, denk ik... Nou, trouwens, nee, ik ga ze wel verbreeden in de tussentijd. Er mogen gelijk nieuwe komen. Want we moeten het kikkerverblijf natuurlijk wel actief houden. Zo, dus ga maar even eitjes neerleggen, jongens. Goed zo. Lekker bezig weer, hé. En dan neem ik er 1, 2, 3, 4 neem ik er mee. 4 van jullie gaan mee, jongens. Kom maar. Kom maar. 4 gaan er mee. Nee, jij blijft achter. Jij blijft achter. Nee. Terug, terug. Terug, terug. Terug, terug. Oh, er is er eentje ontsnapt, weet je. Nee, nee. Oh, weet je, prima. Willen jullie mee? Dan gaan jullie ook maar mee. We gaan niet moeilijk doen. Dan gaan jullie allemaal maar naar de nether. Dan laten we 1 vriendje laten we achter daar. Heel snel. Oh, nee, 2. Ze zijn met 2. Niks aan de hand. Kom maar mee, jongens. Door de portal allemaal om de beurt. 1, 2, 3, 4. En de laatste ook op. Oké. Okay. Goed. 1, 2, 3, 4, 5. Het zijn er nu 6 inmiddels. Oh, mijn god. Lekker met de kikkers door de nether lopen. Gelukkig is het niet zo ver. Dat scheelt. Het is letterlijk, hoef alleen maar hierheen. Oké, dan moeten ze alleen even in het verblijf zien te komen daar. Gaan we even een bruggetje voor maken. Of een trappetje bedoel ik. Oké, jongens. Onze beurt. Kom maar. Oh, nee. Deze gaan ontsnappen natuurlijk. Ik weet zeker dat deze gaan proberen te ontsnappen. Kom maar, jongens. Omhoog. Langzaam omhoog. Dat is 1. Er is letterlijk maar eentje is boven gekomen. Hier komen, jongens. Nee, nee, nee. Jullie gaan niet ontsnappen. Nee, nee. Nee, nee. Weg. Niet ontsnappen. Kom, erin. Erin. Dus 1 weer. 2. Nice, we hebben er weer 2 boven. Alleen jullie 3 nog. Jullie stinkert. Oh nee, ons... Nee. 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 Terug. Weg hier. Kom snel, jongens. Dus 1 weer. 2, 3. Ja, ze zijn er. Ze zijn er allemaal. 1 groot feest. Oh, het glas. Waar is het glas? Waar... Nee, de laatste. Had ik er nog 1. Oké, eentje is wel te doen. Eentje is wel te doen. Tenzij die er dus ook uitklimt. En deze ook. Oh, wat ben je vervelend. Oh, wat zijn jullie vervelend. Hier komen. Nu is het klaar. Nu hebben we ze allemaal. Zo. En moet je je voorstellen, dit moet ik ook nog doen.
Oh, en alles staat hier vast. Ik moet dit ook letterlijk nog doen voor die andere kikkers zo meteen. Die zin in. Nou, jullie hebben het proces nu gezien, dus ik zie jullie wel zodra alle andere kikkers er ook in zitten. Goed, jongens, alle kikkertjes zitten erin zoals... Wacht, ik ga wel van boven staan. Zoals jullie kunnen zien, misschien van... Ik ga er wel gewoon in. We hebben groene kikkers, we hebben witte kikkers en we hebben bruine of oranje kikkertjes. En nu is het tijd om te kijken hoe goed deze farm werkt. Gaan we eerst omhoog vliegen, hier veilig zo. Pakken wij al onze scaffolding die we bij ons hebben, die plaatsen wij dan even kijken hier helemaal omhoog. En dan is de scaffolding op, dan vliegen wij eventjes omhoog. Hey, dan is ons platformpje hier. We hebben hier een ijzeren platformpje, die staat er gewoon nog. En dan wachten we hier heel eventjes, laten we zeggen, 5 tot 10 minuten. En dan kijken we hoe goed onze farm werkt. Goed, we zijn een kwartiertje verder in het leven. Laten wij eventjes naar beneden springen. Kijken wat de resultaten zijn. Tot nu toe zijn hoe heet die beesten hieronder? Even kijken wat de resultaten zijn. Ze horen volgens mij kleiner te zijn dan dit. Dus ik heb niet... Oh mijn god. Ik moet hieruit. Waarom gebeurt dat nou? Nou, gelukkig worden als het goed is al mijn spullen opgepakt door de... Hoe heet die dingen daar? Die hoppers. Enig is dat ik een glasblokje heb gesloopt, dus ik hoop niet dat de kikkers ontsnappen. Oh, nee. Oh, hier is naar de netherhoof. Hier moet ik heen. Echt, ik smeek het je. Laat de kikkers niet ontsnapt zijn. Ik heb dat ene glasblokje ergens gesloopt, die daar. Zijn de kikkers ontsnapt? Nee, de kikkers zijn nog gewoon op hun locatie. Prima. Prima. Oké, mijn spullen liggen denk ik heel veel verspreid hier in de kisten. Ja, kijk, daar hebben we mijn spullen. Maar, dat kunnen we gelijk zien. 3 verschillende kleuren blokken. 3 verschillende kleuren blokken. Oh, jongens, het begint er goed uit te zien. Hij begint gewoon te werken. Hij werkt niet echt mega snel. Voor mijn gevoel zou die sneller moeten werken. Want dit zijn niet heel veel blokken. En ik heb een kwartier toch echt boven gestaan. Kijk, we hebben dat ene glasblokje, die kunnen we hier plaatsen. Oh, mijn andere spullen liggen daar. Wat irritant. Die liggen hier verspreid. Zo, kijk, we hebben mijn spulletjes weer. Maar hij werkt dus nog niet ideaal, jongens. Ik zit te kijken. Hij werkt wel goed, maar hij hoort beter te werken. Ze horen dood te gaan door die powdered snow. En nu komen ze eigenlijk veel te groot komen ze hier. Maar Iron Golems leven nog wel. Goed, dat is wel iets wat ik buiten mijn video's onfix. In ieder geval hebben we nu alle soorten kikkers erin zitten. Dus hij gaat binnenkort sneller werken, jongens. Als je mijn kanaal goed kent, weet je dat ik heel slecht ben in farms maken. Zo kan je ook zien, jongens. Dit is het resultaat dat ik op het moment heb. Ik bedoel, ik heb alle soorten froglights. Maar we hadden echt veel meer moeten hebben dan dit. Maar het maakt voor nu niet uit. Goed, jongens. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Iets andere video dan normaal. Ik had iets minder tijd. Deze video is ook gemaakt echt in een week tijd of zo. En de progressie valt eigenlijk wel mee. Maar dat komt omdat ik zo druk ben met andere dingen. Binnenkort komen er gewoon weer iets normalere video's. Voor nu, kijk lekker deze video. Dit is namelijk ook een hele leuke video. Als je hem nog niet gezien hebt, moet je hem zeker even kijken. Gewoon doen, gewoon lekker kijken. En dan nu spreek je later. Glaasje water, tel tot 4, plus je bier. En tot de volgende keer.